Caroline Tense heeft in een recent interview met de Telegraaf openhartig gesproken over haar ervaringen in de mediawereld en haar perspectief op grensoverschrijdend gedrag. Als een doorgewinterde presentatrice, bekend van programma's zoals 1 tegen 100, heeft ze een opmerkelijke visie op haar eigen carrière en de bredere problematiek binnen de industrie. In tegenstelling tot talloze anderen die het slachtoffer zijn geworden van ongepast gedrag in de media, benadrukt Carolien dat zij zelf gelukkig gespaard is gebleven van dergelijke ervaringen. Volgens haar is dit deels te danken aan de warme werkomgeving die ze heeft ervaren, mede gevormd door haar samenwerking met vooraanstaande figuren zoals Lex Harding en Joop van den Ende. Haar zelfverzekerde houding, gekarakteriseerd door het zijn van one of the guys, heeft waarschijnlijk ook bijgedragen aan haar positieve ervaringen en haar vermogen om zichzelf te beschermen tegen ongewenst gedrag. Desondanks erkent Caroline de ernst van de situatie en de vele slachtoffers die het heeft voortgebracht. Ze is vastbesloten om de nieuwe richtlijnen voor omgangsvormen binnen de industrie volledig te omarmen, hoewel ze bescheiden blijft over haar rol in het bevorderen van verandering. Haar nederigheid ziert haar, terwijl ze toegeeft dat ze niet kan voorstellen hoe het is om dergelijke ervaringen zelf mee te maken, en daarom gelooft ze dat professionals nodig zijn om deze kwesties aan te pakken. Wat betreft haar eigen toekomst in de industrie, lijkt Carolien zich momenteel geen zorgen te maken over uitgeranceerd te raken. Met een schat aan ervaring en een overvloed aan werk lijkt ze op dit moment op haar hoogtepunt te zijn. Ze erkent dat angsten over de toekomst geen goede raadgevers zijn en dat succes in de media-industrie vaak wordt bepaald door recente kijkcijfers. Desondanks lijkt ze vastberaden om zich te blijven inzetten voor haar werk en haar passie voor televisie.